Dit is aflevering 5 van de Fish Boys. Van het vis op Karper. En dan heeft de Karper aan de lijn. Ik kom zo even terug. Nou, het was een Karper. De eerste van vandaag. Mooi schut. Hij moest behoorlijk vechten. Maar we hebben hem op de kant gekregen. We hebben hem op de kant gekregen, inderdaad. Hij is punt gaf. We gaan hem even wegen en meten. En dan gaat hij weer terug. Nou, we hebben hem gemeten en gewogen. Hij is 68 centimeter, niet heel groot. En 11 pond. Maar wel een hele gave karper. En volgens ons is hij voor het eerst gevangen. Dus dat is ook wat waard. We gaan hem te water laten. Hij moet even bijkomen. Kijk, hij gaat er. Kijk. Nee. Lekker. Lekker hoor. Eindelijk. Top. Op naar de volgende. Yes! Dit is het water waar net de karper hebben gevangen. De zon die gaat langzaam aan onder. Mooie dag geweest. En hier liggen onze hengels aan de kant van de weg. We vissen daarachter bij de lelies. En met de hengels hier zo. Moet het gebeuren. We wachten op de tweede karper van vandaag. Hier wel actie daar ook bij die lelikaan. Ze proberen te bellen, bubbels of koken in de lelie zelf. Een paar kleine piepjes. Af en toe een lijn zwemmen. En we hebben ook last van eenden die duiken naar de boilies. Die zitten we boilies bij te voeren. En die eenden die pakken ze gewoon van de bodem af. Juist hoe je ze voert, echt zo vervelend. Ze vreten alles op. Dus de kans dat je wat vangt is veel kleiner dan dat je gewoon voert en dat het blijft liggen. Want normaal zit als er overal een beetje boilies ligt, die karper komt er pas zwemmen. Die pakken boilie voor boilie, dan komen ze vanzelf bij ons. Als ze één boilie vinden op het spoor. En als ze nu langs zwemmen, dan zie je waarschijnlijk die boilie amper. Dus dan moet je echt gelukkig dat ze er precies langs zwemmen en die boilie zien. We hopen straks op de tweede run. De dag is behoorlijk warm geweest. Het was vandaag 25 graden. En het is vandaag 6 juni trouwens. Het begint nu af te koelen. Dus je ziet ook steeds meer vis aan de oppervlakte. Dus hopelijk laat de karper zich ook meer zien. Oh, dit was de 5e aflevering van de Fish Boys. We waren weer aan het vissen op karpen. Zoals jullie zien, het is al helemaal donker. We zijn al even een tijdje bezig met spullen inruimen. En gaan nu weer naar huis. We hebben 1 karpen gevangen. Hij was 11 pond en 68 centimeter. Dat was een mooie sterke vis, zeker. We waren weer bang dat hij weer de lelies in ging, maar gelukkig niet. Hij dook er nog wel even in, maar Edwin trok hem er weer gelukkig gauw uit. Voor de rest, ja. Ik kom net aanlopen. Edwin die zit al langer te vissen. Maar ja, bootjes. En allemaal andere dingen. Iets te veel recreatie op deze plas op een mooie zomerse dag. Maar voor de rest, een topwater. Tot de volgende keer.